En de president is nog steeds voorstander van waarheidsvinding. Gisteren werd voor de tweede keer in 2 jaar de Dag van Nationale Rouw gehouden. De organisatie lag in handen van het comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld onder leiding van Humphrey Yeru. Het comité heeft als doel verzoening te brengen tussen daders, slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld in Suriname. President Bouterse zegt dat het een bevrijding is om een forum te hebben waar er vrij kan worden gesproken over misstanden uit het verleden. Met wraak zal er niets worden bereikt, voegde hij eraan toe. Ik ga u zeggen, het is geen gemakkelijke job. Want terwijl u dialoog zoekt, zijn anderen nog op het spoor van wraak. Terwijl u waarheidsvinding zoekt, zijn anderen nog op het spoor van wraak. Terwijl u vanuit een stukje gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst, waarbij wij zaken die verkeerd zijn gegaan en waar wij nog enigszins samen de handen in elkaar kunnen slaan om dat leed enigszins te verzachten, wijzen anderen af omdat zij kort denken en nog steeds op hun stoel van wraak zitten. Naast een verzoening zal in de toekomst ook opsporen worden gelast van vermiste personen, zei Yeru tijdens zijn speech. Een belangrijk deel van ons werk in de toekomst zal zijn het opsporen van vermiste mensen. Deze zijn opgenomen in de lijst van slachtoffers, maar zijn formeel niet doodverklaard. Dat willen wij niet. De bevoegdheid hebben we niet. De staat heeft de bevoegdheid om een vermiste persoon na 5 jaar dood te verklaren. Geliefde zusters en broeders, bij het gedenken van slachtoffers van politiek geweld beseffen wij dat ons volk slachtoffer is geweest van politiek geweld voor 1975. En om precies te zijn, met de staat van het kolonialisme. Op een dag van nationale rouw en verzoening is het dan ook gepast dat we onze voorouders gedenken die gestorven zijn in de strijd tegen onderdrukking en voor vrijheid. Van Kaikousi, Triari en Waré tot Baron, Boni en Sholikur, Ramjani, Jumpa Jagaru en Teteri. Hallo Humphrey Yeru, voorzitter van het comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. Hij sprak gisteren bij het monument van de gevallenen in verband met de Dag van Nationale Rouw.